Goedemiddag allemaal. Ja, daar zijn we weer bij een nieuwe vlog. Het wordt dus weer een hele korte, want we zijn vandaag in de Avifauna in Alphen aan den Rijn. Hebben we twee kaartjes gekocht. Het is 9,25, dus ja, niet zo heel erg duur. We gaan even kijken naar het nieuwe verblijf. Je ziet ook achter ons dat ze de kassa verplaatst hebben. Die was iets aan de voorkant. Daar hebben we nu een leuk souvenirswinkeltje bij gebouwd. Dus vandaag een korte vlog vanuit de Avifauna in Alphen aan den Rijn. Leuke dingen, ik doe alleen maar leuke dingen. Leuke dingen, ja alleen maar leuke dingen. Ik doe alleen maar leuke dingen. De laatste keer dat ik hier was, waren alle binnenverblijven dicht. En nu is alles vrijwel geopend. Ik geloof alleen dat het apenverblijf zijn ze bezig met werkzaamheden, geloof ik maar. En hier hebben we de rode flamingo en de lepelaars. Nou, dan denk je, de binnenverblijven zijn open. Maar het is eigenlijk gewoon buiten met een netje eroverheen. Het is nu, geloof ik, 0 graden. Het is koud. Koud. Oeh. Nou, hier hebben we de rode panda. Die komt even gezellig zwaaien. Hallo. Komt even kijken. Dat mooie beestje, zeg. We gaan nu even kijken bij het Madagaskar gebied. Vorige keer was die gesloten. Dan kan je doorheen lopen, dus de aapjes door. Kijken of die vandaag wel open is. Nou, we kunnen hier door het paadje heen gaan een wandeling maken. Dit gebied is gewoon geopend. Hartstikke leuk. Een nieuwe ervaring in Avifauna. En dan draai ik me om. En er zitten alle pelikanen, dames en heren. Wat een sensatie vandaag. Nou, dan komen we hier dus in het Madagaskar gebied. Met zijn ook weer ringstaartmakers, die kennen we van de sushi. Dus we gaan daar naar binnen. Ja, het is ongelooflijk, de ringstaartmakers. Wij lopen lekker buiten om die beestjes te kunnen zien. En die beestjes zitten allemaal binnen, dus je kan het gebied wel in. Maar er is werkelijk geen hond, geen aap. Goedemiddag. Hallo. Hallo, jongetje. Ja, zoals ik al zie, ze zitten allemaal binnen. Ja, proberen je naar buiten te lokken met handen. Misschien moet je wat eten pakken of zo, maar... een heerlijk dagje Avifauna, dames en heren. Geen beesten zien. Niet voeren, niet aaien, niet eten. Maar ze zijn er niet. Wat een mooi gebied, dames en heren. Sensatie. Geen aap gezien. Maar gaan we weer verder. Goedemiddag. Nou, de raven, de zeearenden. Ja, ze doen normaal hier een vogelshow. Doen ze niet in de winter, maar je kan ze hier wel gewoon bekijken. Hier achter mij de platte grond. Ja, hij duwt zijn naam. En hieraan, hij is inderdaad gewoon plat. Nou, ze zijn hier bezig met de werkzaamheden. Terwijl ik de woorden niet in mijn bek krijg, want het is steenkoud. Daar gaan we even kijken of we de pinguïns kunnen gaan zoeken. Nou, ze hebben hier in Avifauna natuurlijk niet alleen vogels, ze hebben ook apen, ze hebben panda's, en er is nog weer, was het lama's? Gewoon maar weer lama's in het nieuwe gebied. Terwijl mijn ogen en mijn bek dichtplakken van de kou, gaan we eventjes naar de tropenhal. He, lekker warm. En hier nog een restaurant. We zijn de papegaaien, hè? We zijn de papegaaien, hè? Papegaaien staan erom bekend dat ze altijd iedereen napraten, hè? Papegaaien staan erom bekend dat ze altijd iedereen napraten, hè? Wat een gek, hè? En door. Hier hebben ze normaal de vogelshow. En dan ga je naar links. Dan gaan we richting de pinguïns. Nou, die pinguïns zijn hier helemaal niet goed, joh. Heel erg raar uit. Ah, dat is er één. Joehoe. Hop. Nou, kijk nou. De reiger heeft een vis gevangen. Oh, lekker happy. Hallo. Kom je even gezellig kijken? Hier, kom je even gezellig kijken? Hallo.
veel te lang bij de pingwing gestaan, want mijn tenen zijn inmiddels ook bevroren. Het is echt koud vandaag. Maar ik ga even kijken wat de lorries voeren. Ik kan me herinneren dat ik die vorige keer dat ik hier op mijn poten op mijn hoofd gescheten door die beesten. Maar we gaan wel eventjes naar binnen bij de lorries. Nou, hier was ik vorige keer op mijn broek gescheten volgens mij. En dan gaan we hier de lorries voelen. Nou, ze komen gelijk met 25. Ze komen ze al aan. En die wordt er meteen helemaal ondergescheten natuurlijk op die beesten. Hartstikke lekker. Oh, jezus. Kijk nou eens, joh. Je hoort inderdaad, ja, ze hebben waarschijnlijk honger. Ze zijn echt heel enthousiast. Ze vliegen echt over de lomp. Dames en heren, de lorries. Kijk nou eens. Lekker hè, jongetjes. Yeah. Nou, die beesten kakken het gelijk weer uit. Volgens mij is het allemaal goed gegaan bij jou ook. Goed gegaan, hè? Ja, op je hoofd niet ergens. Nou, hartstikke goed. Maar de lorries voelen is er voeren in Azi Sauna. Hartstikke leuk. Wat leuk zeg. De lorries voeren. Dat was natuurlijk spanning en sensatie. En het was ook een beetje warm in die hal. Dus dat is wel fijn. Dan kunnen we weer lekker door in de kou. Gaan we even kijken of we het nieuwe gebied kunnen bezoeken. En dan komen we hier bij het relatief nieuwe gebied. Nou, we gaan hier naar het doorloopgebied. En dan lopen we er gewoon even doorheen. Zoals de instructies volgen. Hallo. Wat zijn er voor beesten? Hé? Dit zijn dus knaagdieren, de grote mara's. Ja, dit zijn natuurlijk best grote knaagdieren en ze hebben ook een groot gebied hoor. De miereneters zijn niet aanwezig, dus we gaan weer door. Nou, nog een leuk parkgebied. Was de vorige keer ook afgesloten vorig jaar. Ziet er leuk uit hoor. Wat zoek jij? Hé? Ja. Hier heb je de nachtsafari en de tropenhal. De nachtsafari is gesloten. Maar we gaan nu even eerst eindelijk de tropenhal in. Hè? Lekker even de hitte in. Joehoe. Oh, het is heerlijk. De tropenhal. Oh, heerlijk. Heerlijk. Oh, heerlijk in de tropenhal. Even opwarmen. En dan sta ik hier weer een waterval, dames en heren. En ik moet weer plassen. De neushoornvogel. Wat een mooie beesten zijn dit. Oh. Ah, de toekang. Ach, heeft ze een medische behandeling, is niet aanwezig. Komen we helemaal naar Alfa aan de Rijn. Helemaal naar Avi Fauna. Op een zondagmiddag met 0 graden. Het is zo koud. Komen we voor de toekam. Heeft hij een medische behandeling? Hij is niet helemaal lekker vandaag. Dus ja, helaas geen toekang in deze vlog. Maar gaan we door. Hallo jongetjes! Ja hè? Ja, kom jij even kijken weer? Kom jij hier even kijken? Hallo? Ik heb iets voor jou. Ik ga het al proberen. Nou, dan hebben we hier de neushoornvogel.
Nou, dat even een dansje. Wat een beest, joh. Nou, dit was de Tropenhal. Ja, zeker een aanrader op koude dagen. Maar ja, leuk. Echt een groot complex ook nog wel. Ik wil zeggen dat ja, er zitten wel wat van de grote vogels. Er zitten wel wat in kleine hokjes. Maar ja, ik weet niet of dat goed of slecht is. Ik ga ervan uit dat het ja, voor de grote beesten niet zo leuk is. Maar wie ben ik? Ik ben geen expert. We gaan weer verder het park in. Nou, Avifauna heeft ook nog een groot speeltuingebied. Nou, in het kader van alleen maar leuke dingen, attractieparken, kermissen, hebben we hier achterbij een valtoren. Nou ja, het is natuurlijk zo'n trektoren waar je jezelf omhoog kan trekken. Die bijvoorbeeld ook in Demmerel staan. Leuk voor de kinderen. Ik vind het stiekem zelf ook wel leuk, maar hij is gesloten, want alle semi-elektrische apparaten zijn in de winter hier gesloten. Heb je een enorm gebied Nubozo? Loop even erheen. Nou, dit is spectaculair. Hier zitten dus helemaal geen beesten. Die hebben we volgens mij allemaal net binnen zien zitten. Of staan, of liggen. Zit ik hier ook te klappertanden. Ja, ik vind het zo gek dat die beesten hier ook niet naar buiten komen. Het is weer ijzig koud. Oh, ze zijn lekker aan het eten. Iets doods. Het ziet er smakelijk uit. Een konijntje of zo. Bijna aan het einde van het bezoekje in Avifauna. We hebben net de gieren gezien. Ja, die hebben nog wat dode beesten ook in het hok liggen. Het is best wel eng om te zien. Maar het laatste stop is nu volgens mij bij de parkitten. Wat leuk, hè. Wat een mooie beesten. De parkitten. Hartstikke leuk. Ze hebben ook wat kerstversiering bij de ingang, uitgang. Wat een sfeer. Ja, nu zijn er natuurlijk nog wat mensen in het park. Maar als het hier donker wordt straks en 's nachts wordt het hele park overgenomen door grote, lelijke, enge, lieve vogels. Oh. Nou, en daar zijn we weer. Waar we begonnen zijn bij de souvenirshop. Ja, hartstikke leuk. Je hebt hier ook magneetjes. Ja, ik denk toch dat ik een keer de toekan gaan meenemen. Voor maar 3,50 euro gewoon doen. Nou, vind je dit filmpje nou leuk? Geef een likeje, een duimpje. Subscribe op mijn kanaal. Zou ik hartstikke leuk vinden. En ja, Avifauna. Ik heb toch een leuk magneetje gekocht op de koelkast. Met een papegaaitje. Hartstikke leuk. Maar Avifauna, een leuk park. Het kost maar 9,25 in de winterperiode. Het is sowieso al leuk om hier te wandelen. Veel dierenaanbod. Ja, als je geluk hebt, de apen zitten veel al binnen als het koud is. Maar ja, Avifauna in Alphen aan den Rijn. Ik vind het een leuk, klein, maar sfeervol dierenpark. Ik zou zeggen, ben je in de buurt? Kom er eventjes langs. Hoi, hoi.